50 meter, 30 meter, start gevallen. Paarden zijn gestart voor de tweede amateurkoers van vanmiddag. En het is na de start Barbara die leidt. Barbara heeft een lengtevoorsprong genomen op Enchanter. Aan de binnenkant ligt dan Goliath Tim als derde. En de vierde plaats is voor Eigold van Ranem. En het kleine veldje wordt gesloten door Zahir Charisma. Fred Handelaar bekijkt de zaken vanuit het achterveld. En de deelnemers gaan de eerste bocht in met Barbara aan de kop. Barbara heeft een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats volgt Goliath Tim aan de... Nee, dat is op de tweede plaats aan de buitenzijde. Eigold van Ranem. Jaap ter Stal komt nu tevoorschijn in het tweede spoor. En gaat achter de leider aan. En zo zijn de deelnemers dan in de rechte lijn voor de tribune. Maar die koploper, die is nog altijd dezelfde, Barbara. Barbara leidt met op de tweede plaats daarachter dan Eigold van Ranem. Aan de binnenzijde volgt Enchanter. De vierde plaats voor Goliath Tim. En vijfde is nog altijd Zahir Charisma. En het veld is halverwege de rechte lijn voor de tribune. Barbara heeft nog altijd het commando. Een lengtevoorsprong en Chanter op de tweede plaats. En de derde plaats is voor Eigold van Ranem. De zoon van de ons helaas recentelijk ontvallen Gold Arrow. En die wordt dan op twee lengte gevolgd door Goliath Tim. En laatste van het peloton is Zahir Charisma. Als de paarden nu de Klingendaalbocht doorkomen en op weg komen naar de overzijde van de baan. Met nog altijd Barbara die het tempo bepaalt. Barbara met nog 1000 meter te gaan. Leidt met een lengtevoorsprong en Chanter op de tweede plaats. En derde is dan Eigold van Ranem. De vierde plaats voor Zahir Charisma. Die passeert daar Goliath Tim. En zo zijn we halverwege de rechte lijn aan de overzijde van de baan. Het laantje van Jochems wordt zo dadelijk gepasseerd. Met als leider Barbara. Barbara drie kwart lengte voorsprong. Eigold van Ranem komt dichterbij. En die komt nu naast, schuin naast Barbara. Daarachter op de derde plaats aan Enchanter. Vierde aan de buitenzijde Zahir Charisma. En Goliath Tim, ja, die lijkt het wat te geleerd te worden. Want die moet de overige vier concurrenten voor laten gaan. En de paarden zijn halverwege de laatste bocht. En daar heeft Eigold van Ranem het initiatief genomen. Eigold van Ranem, maar kan niet op zijn lauweren rusten, want krijgt direct de aanval van Zahir Charisma. En zo komt het gezelschap de laatste bocht uit, richting laatste rechte lijn. En het is aan de binnenkant Eigold van Ranem die leidt. Aan de buitenzijde Zahir Charisma. Jaap ter Stal versus Fred Handelaar. Deze twee giganten, die gaan het uitvechten. Maar het lijkt van uitvechten weinig sprake te zijn, want Zahir Charisma neemt kinderlijk eenvoudig de leiding over. En alsof er geen concurrentie is, gaat Fred Handelaar ter zege. Heeft nog 150 meter te gaan. Met de voorsprong is gezond voor Zahir Charisma. Fred Handelaar voor de stal van Bas Krebas wint hier de Succes Alkmaarprijs. Op de tweede plaats is het Eigold van Ranem. De derde plaats is voor Enchanter. Vierde wordt Barbara. En op de vijfde plaats zal aantikken Goliath Tim. Ronde van de winnaars, Zahir Charisma en Fred Handelaar. En daar zijn ze, dames en heren, Zahir Charisma, de zevenjarige bruine ruin van Love You uit Kelly Viola, gefokt door en in bezit van mevrouw Krijnen, trainer Bas Krebas. En de winnende rijder, de zoveelste mag hij bij turven, Fred Handelaar. Bloemen zijn voor Fred, de felicitaties uiteraard ook. De paashaas geeft forfait, zo te zien. Maar dat mag de pret niet drukken. En uiteraard deelt ook in de feestvreugde. De winnende trainer Bas Krebas, felicitaties ook aan de winnende eigenaresse, mevrouw Krijnen. En daar komen ze, dames en heren. Geeft u ze een applaus bij het langsrijden zo dadelijk. De winnaars van de Succes Alkmaarprijs. Zahir Charisma, Fred Handelaar.